In 1817 bedachten de Britten een nieuwe snack. Chips. Meer dan 200 jaar later is chips een van de meest gegeten snacks. En daar zit een enorm waardevolle industrie achter. In 2005 was de chipsindustrie maar liefst 14,8 miljard euro waard. Inmiddels is er echter ook niet meer één soort chips, maar honderden. Sommige hiervan zijn nogal raar en daar gaat deze video over. Bedankt Jacco Maar voor het inzenden van dit geniale idee. We zijn allemaal wel bekend met Lay's, een van de grootste chipsmerken ter wereld. De populairste smaken van dat merk zijn paprika en naturel, en dit geldt ook voor de meeste andere merken. Voor de Daredevils heb je ook nog bolognese of patatje joppie, maar dat is het over het algemeen wel. Er zijn echter ook nog een tal van andere smaken, de een nog raarder dan de ander. Deze chipsmaken hebben we samengesteld en omgevormd tot een nieuw lijstje. Ga er dus maar goed voor zitten en bereid je voor op verbazing, want hier zijn de top 10 raarste chipsmaken. Kaviaar is dat dure spul dat rijke lui vaak eten. Voor de wat minder bedeelde mensen is er echter ook kaviaar, alleen dan in de vorm van een chipsmaak. Je zult de Red Caviar chips van Lay's waarschijnlijk niet in je lokale supermarkt vinden, behalve als je in Rusland woont. Lay's probeerde hun positie en merk te versterken en uit te breiden met een chipsmaak die eigenlijk te gek voor woorden is. Ondanks dat kaviaar en chips beide erg populair zijn, zullen de meeste mensen de Red Caviar chips overslaan. Naast dat het natuurlijk een hele aparte combinatie is, is het ook nog eens erg ongezond. Daarnaast zijn de meeste mensen buitengewoon saai, dus die vinden de paprikasmaak al exotisch. Ondanks dat zullen er vast wel een paar mensen geïnteresseerd in de smaak zijn, anders zou die niet verkocht worden. Verras je vrienden of vriendinnen anders met Red Caviar. Na een grondige zoektocht zul je vast wel een webshop vinden die het verkoopt. Blijkbaar houden de Tsjechiërs nogal van paddenstoel. En met nogal bedoelen we heel veel. Natuurlijk, goed bereide paddenstoelen zijn ook heerlijk en daarnaast zijn ze ook nog eens erg voedingsrijk. Dit betekent echter niet dat de meeste paddenstoelliefhebbers zitten te wachten op een paddenstoels chipsmaak. In Tsjechië is dit blijkbaar wel het geval, anders zou het chipsmerk Bohemian deze smaak niet hebben ontwikkeld. De paddenstoelchips lijken op Pringles en volgens mensen die ze geproefd hebben, smaken ze ook echt naar paddenstoelen. Het mag er wel naar smaken, maar echte paddenstoelen zijn het dus niet. Je krijgt er daarom dus ook niet dezelfde voedingsstoffen van binnen, wat natuurlijk erg jammer is. Het zou ook wel wat zijn, ongezond en gezond eten tegelijkertijd. Als jij een chipsmaak zou mogen bedenken, welke zou dat dan zijn? Laat het weten in de comments. Het is best interessant om te zien hoe wat men eet verandert per continent en vaak zelfs per land. Nu gaat het echter over het verschil in continenten, want in Azië is er een soort chips dat wij waarschijnlijk niet onze strot in krijgen. Het gaat hierbij over de zeewiersmaak van Pringles. Ja, dat is dat spul dat je wel eens op het strand tegenkomt. Misschien heb je wel eens gehoord dat het eten is, of heb je het wel eens op in sushi bijvoorbeeld, maar als chipsmaak? In Azië doen ze dit echter wel. Zeewier is daar populair voedsel, zo populair dat Pringles er een chipsmaak van gemaakt heeft. Het maken van een product is niet zo moeilijk, aangezien zeewier al meer dan zout genoeg is. Wat wel moeilijk is, is het accepteren van de kleur die de chips hebben. Ze zijn namelijk lichtgroen, een soort glow in the dark dus. Probeer dat maar eens door te slikken. Augurken kunnen een incomplete maaltijd echt die finishing touch geven. Of Lay's er ook echt een chipsmaak van had hoeven maken, valt te betwijfelen. Niemand zit toch te wachten op augurkenchips, zou je denken? Dit jaar nog verkoos de Volkskrant de chipsmaak van Lay's als de allerlekkerste van Nederland. Dat was de uitkomst van de jaarlijkse chipstest van de krant. Of dit ook een goede representatie is van wat de Nederlandse bevolking denkt? Niet echt. Alleen de redactie van de Volkskrant heeft er zeggenschap in gehad. Maar in ieder geval betekent het dat sommige mensen daadwerkelijk op augurkenchips zitten te wachten. Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Grijp je kans en koop een zak bij de Albert Heijn. Zij verkopen het namelijk. De alcoholindustrie is een grote. Vrijwel overal ter wereld wordt er wel alcohol gedronken. Van Finland tot Argentinië.
In dit feit zag het Amerikaanse chipsmerk California Kettle een kans om twee grote industrieën te combineren. Die van alcohol en die van chips. Zij kwamen op het idee om de smaak Bloody Mary te ontwikkelen. Nee, we hebben het hier niet over de geest, maar over de drank. Een Bloody Mary is een cocktail die vooral bestaat uit een mix van wodka en tomatensap. In de meeste bars zul je het drankje wel tegenkomen, en dit merkte ook California Kettle. De chipsmaak smaakt volgens de reviews niet als de originele variant. Chips is namelijk een zoute snack en om dat met een drankje te combineren is niet het best doordachte plan. Volgende keer beter. De Oost-Europeanen hebben een smaak die sterk verschillend is met die van ons. Dat blijkt maar weer uit welke chipsmaak er op nummer 5 staat. Dat is de smaak krab. Ja, het dier dus. Hier in West-Europa zullen de meeste mensen niet begrijpen waarom je zeevruchten en zeedieren zou mengen met een snack als chips. In Oekraïne en Rusland snappen ze dit blijkbaar wel. Anders zou het niet te koop zijn in de lokale supermarkten. Ondanks de oorlog tussen de twee landen hebben beide hun overeenkomst van het hebben van een zeer aparte smaak behouden. In Japan hebben ze een chipsmaak ontwikkeld die echt waar naar octopus smaakt. Heb je dat wel eens op, octopus? Nou, Japanners in ieder geval wel. Die zien het eten van de achtpotige zeedieren als een ware delicatesse. Nongshim kwam op het idee om de chips te maken en ging aan het werk. Zij ontwikkelde een soort chips dat zoutig was en daarnaast ook naar octopus smaakte. Volgens de reviews ruikt het nogal naar vis, maar of dat nou een plus of minpunt is, verschilt per persoon. In ieder geval heeft Nongshim de Japanners blij gemaakt. In de Benelux wordt je al raar aangekeken als je een ander soort stuk vlees eet dan rund of varken, maar in sommige landen is dit natuurlijk anders. In Azië eten ze ook als honden, in Frankrijk slakken, en ga zo maar door. Blijkbaar eten sommige mensen ook eekhoorn. Anders zou het Britse chipsmerk Walkers er geen chipsmaak van hebben gemaakt. Ja, dat hoorde je goed. Cajun Squirrel is een soort chips dat blijkbaar naar eekhoorn zou moeten smaken. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik wens je al het geluk toe om het wel te gaan proeven. De Cajun Squirrel smaak kwam naar boven in een fancampagne van Walkers. Er kon toen gestemd worden op verschillende smaken en uiteindelijk kwam daar dus eekhoorn uit. Misschien dachten mensen dat het een grap was, maar dat is het dus niet. Cajun Squirrel is echt te vinden in de winkel. Ook al zul je het waarschijnlijk niet in de plaatselijke Jumbo of Albert Heijn vinden. Na goed zoeken op internet zul je vast wel resultaat hebben. Succes! Oh, en wist je trouwens dat Walkers eigenlijk gewoon hetzelfde is als Lay's? Op de tweede plaats staat een Amerikaans bedrijf dat op zijn zachtst gezegd een erg unieke smaak ontwikkelde. We hebben het hier over Pringles. Je zal die metalen blikjes en blikken wel herkennen. Pringles staat erom bekend om het verkopen van veel verschillende smaken. Maar de Japanse tak van het bedrijf heeft wel een hele aparte smaak bedacht. Het gaat hierbij om milky soju butter, wat min of meer melkachtige boter betekent. In principe is het een mix van melk, boter en soju. Soju is een type sojasaus dat uit Japan komt en daar ook erg populair is. Ondanks deze hele bom van verschillende smaken, smaken de chips volgens verschillende mensen die het al eens geproefd hebben, nog steeds zoutig. De frisdrank is een begrip over de hele wereld. Iedereen drinkt het, van jong tot oud. We hebben het hier over cola. En in het feit dat cola zo populair is, zag Pringles een kans. Ze creëerden een smaak die de twee meest geconsumeerde ongezondheden combineerde. De Cola Chips was geboren, klaar om Coca-Cola en Lay's voorbij te streven. Toch is het niet een enorm succes, anders was het bestaan van chips met een cola smaak geen geheim geweest. Nu drinken mensen ook liever cola bij hun chips in plaats van de twee te combineren. Ondanks dat brengt de smaak blijkbaar toch genoeg geld binnen om hem te behouden. Succesvoller dan de klassiekers als de Cola Lolly of de Cola Slush Puppy zal die echter nooit worden. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!